was met Jaatje wel. Even goed nog omgevlogen. Als je goed nagaat. Wat er allemaal gebeurd is. Hé? Hé? Jongen. Hé? Zie ons nog zitten het vorige jaar om deze tijd. Zaten we bij diezelfde mijlpaal, weet je nog wel. Zitten we weer bij diezelfde paal. Maar goed dat de mens niet vooruit kan zien, niet? Stel voor dat je het allemaal van tevoren zou weten, niet? Nou zaten we hier nou niet, laten we eerlijk weten, niet? Ik tenminste niet hoor, laat ik u dat zo vertellen, niet? Jongen. Het was met Jaartje wel. Het was met Jaartje wel, lieve mensen, het was met Jaartje wel. Eerst dacht ik nog, dat is het Jaartje niet. Maar als je het nog eens rustig overziet, dan merk je in een tel. Het was met Jaartje wel, het was met Jaartje wel, het was met Jaartje wel. Ik heb u, lieve mensen, niets te zeggen, omdat ik op de wereld niets te zeggen heb. Laat u door mij niet in de luren leggen, ik ben net als u een beestje in het web. Wij zijn maar olifantjes in de valkuil. Van Voskuil tot een luger in spion. En of wij al trompetten en schimpen in het nette, dat zal niks meer verzetten, want het jaar is om. Het was met Jaartje wel, lieve mensen, het was met Jaartje wel. Eerst dacht ik nog, dat is het Jaartje niet, maar als je toch eens rustig overziet, dan merk je in een tel. Het was met Jaartje wel, het was met Jaartje wel, het was met Jaartje wel. Je met een sterrenkoek koffie, hè? Dan legt alles lekkerder op. Zullen we beginnen? Lekker, hè? Wil ik zelf malen, zal ik lekker kop koffie voor u zitten? Voor u lekker sterrenkop koffie zitten, jongens? Waar is het molentje? Gaat hier een molen staan? Waar is de molen? Even kijken. Ja, daar heb ik hem al. Ja, jongens, ik heb de molen. Kijk eens even, gezellig. Ouderwets molentje, hè? Gezellig, dat is nog van mijn voorouders, die waren hier eerder. En die, ja. Jongens, gezellig. Gaan we lekker kop koffie zitten, hè? Lekker, hè? Hé, lekker malen, hè? Lekker malen van echte bonen, van merk toch hoe sterk toch de koffiefiguur. Nee, jongens, als het voor de KRO te worden uitgezonden, dan zou je wel van merk toch hoe sterk toch de koffiefiguur. KRO kan je altijd goed horen. KRO kan je direct herkennen. KRO is de omroep van de zachte G en de harde rommen. Zo is het. Ik zal u eerlijk zeggen, ik koop nooit een radiobode of een radiogit. Ik ben een slechte klant hoor. Een hele slechte klant ben ik. Ik hoor direct wat er aan staat. Als je hoort van beste vrienden, dat is de Vara. En als het over een lepeltje razeur is, Stavro. Zeg, en de VPRO deelt altijd mee waar we de kaarten kennen krijgen. Lekker kop koffie malen, hè? En gezellig vanuit de radio luisteren met al de nieuwe en oude liedjes. Ik vind het, als er op aankomt, vind ik de oude liedjes nog mooi hoor. Maar weet u wat er jammer is? De oude liedjes zijn aan het verouderen op het ogenblik hoor. Onze liederenschat begint oud te worden, dat is jammer hoor. Onze liederenschat oud wordt, is het teken dat we zelf ook liederlijk oud worden. Jongens, neem me nou niet kwalijk, er zijn toch hele liedjes, die kun je toch gewoon niet meer zingen, neem me nou niet kwalijk. Zeg. Hoe vind u nou zo'n liedje bijvoorbeeld van op de grote stille heide, dat waalt de herder eenzaam rond als de hond is? Dan kom je toch minstens Hasselman tegen, dat kan nooit. Zo bevinden wij ons dan vanmiddag weer in de kantine van de bekende koekfabriek in Zaandam. Wij mogen hier geen namen noemen, maar nooit namen noemen natuurlijk. Hè. Zo zijn we dan in de kantine van de bekende gloeilampenfabriek in Eindhoven. En wij maar denken, wij kunnen dat nou wezen, jongens. Zo
Doe hij natuurlijk vanmiddag. Ik heb nou vanmiddag niet naar de radio geluisterd, maar vanmiddag... Oh, mijn kop eraf. Nou ja, mijn kop... Nee, dat toch maar niet. Maar natuurlijk hebben ze vanmiddag ergens weer iets uitgezonden van luisteraars. Zo zijn we dan hier vanmiddag de gast in de kantine van het gemeentehuis in Amsterdam... waar de scheidende burgemeester afscheid neemt van zijn gemeente. Burgemeester Dailly is zojuist bezig met zijn biezen te pakken. Hij heeft zojuist zijn laatste bies gepakt. En Nederlands populairste troubadour, zou ik wel mogen zeggen... zingt hem toe met een smartlied dat getiteld is... Adi, Dailly, Adi. Adi, Dailly, Adi... Jij gaat ons verlaten, ik weet dat het moet. Ook kaasjager liet ons alleen. Maar jullie vertrek maakt grote mogen kapot. Het wordt hier zo stil om ons heen. Gij hebt in persoon bij de remise gestaan. Om uw stakende stad te overrijden. Maar nou gij zelf de remise in zult gaan. Breek onze mokums hart haast in tweeën. Adi dan, Dailly. Gij hebt ons zoveel gebracht. Uw werk was een brok harmonie. En daarom zingt Mokum in de oudejaarsnacht met een traan. Nou, Adi dan, Dailly. Biseren met gevoel en een traan in de stem. Jij hebt in persoon bij de remise gestaan. Om jouw stakende stad overrijden. Maar nou jezelf de remise in zal gaan. Dan breekt het Mokumzaar tweeën. Adidandai, je hebt ons zoveel gebracht. Jouw werken was in brok harmonie. En daarom zingt Mokum in de oudejaarsnacht met een traan. Nou, Adi dan, Dailly. Ze hebben mij gevraagd waarom ik niet voor de televisie kwam. En ik zal u eerlijk zeggen, waarom ik vanavond niet voor de televisie ben, zal het ronduit zeggen. Als u het programma niet leuk vindt voor de radio, dan kan je het afzetten. En met de televisie kan je het niet doen, het toestel is er te duur voor. Dat ken ik niet. Nee, dat vind ik nou echt zonde van de centen, weet je wel. En toch vind ik het mooi, ik hou van de televisie. Als die niet aanstaat, vind ik het nooit zo leuk. Vind u? Televisie, nee. Als die aanstaat met dat glas erin en zo, zo'n vierkant schelf in zijn oog, ik hou er niet van hoor. Kijk je man, radio blijft voor mij een wonder hoor. Als ik eens morgens de dag hoor beginnen met de vara, zo van... Kukkelekee! Denk altijd, hoe krijgen ze zo'n haan nou zo, dat die elke morgen precies om 8 uur kraait, hè? Nou, 2 minuten te vroeg en dan zit er de morgenwijding heen. Dat weet ik al, hè? Weet je wat ik het mooiste vind op de radio? De gehoorspeler, daar hou ik van, hoor. Oh, de geluiden in de gehoorspeler, oh... Weet je zo van, dat speelt zich dan af in een trein en dan hoor je zo'n trein ook rijden, hè? Oh, dat vind ik zo mooi zo van. Luisteraars, we gaan nu luisteren naar een oudejaarsavondhoorspel dat zich afspeelt in de oudejaarsavondtrein. Hey. Meneer McLaven, u ook op oudejaarsavond in het spoor? Ja, ik dacht, kom, ik stap erin. Ik
Ik hou van de radio, ik vind het mooi. Muziek vind ik prachtig. En genadig hoor. Weet u wat bijvoorbeeld mijn lievelingscomponist? Zal ik u eerlijk zeggen, weet u wat mijn lievelingscomponist is? Bach. Bach. En genadig hè? Bach. Oh, ik vind Bach zo mooi. Oh, ik hoor alles altijd van Bach. Maar niet op de radio, eigenaardig, hè? Als ik Bach op de radio hoor, denk ik altijd, wat zou er nou weer gebeurd zijn? Hé, hey, jongens en meisjes, nou natuurlijk het lied waar we elkaar allemaal aan de arm geven, hè? En dan zetten we hem op en dan zingen we gezellig ons nieuwste oudejaarsavondlied, hè, van... En moeder, zijn de oliebollen klaar? Want er is vanavond immer zouwejaar. Bak ze lekker bruin en zoet, al het andere komt wel goed. Leg toch het beslag voordat de deurwaarder het doet. Bak ze lekker bruin en bak ze gaar. Moeder, zijn de oliebollen klaar? Allemaal, daar gaan we. En moeder, zijn de oliebollen klaar? Want het is vanavond oudejaar. Want het is vanavond immer zouwejaar. Bak ze lekker bruin en zoet. Bak ze lekker bruin en zoet. Al het andere komt wel goed. Leg toch het beslag. Leg toch het beslag. Voordat het deurwaarder het doet. Bak ze lekker bruin en bak ze gaar. Moeder, zijn de oliebollen klaar? Moeder, zijn de oliebollen klaar? Jongens, we zitten hier niet in de kantine. Ik zou bijvoorbeeld nooit in communistische landen willen wonen. Gek, hè? Weet je waarom ik niet in een communistisch land zou willen wonen? Je mag niet zeggen wat je denkt, dat is jammer. Dat is jammer in communistische landen, je mag niet zeggen wat je denkt. Dat is het mooie in onze democratie. Als wij wat zouden denken, zou je het mogen zeggen ook. Zal ik u wat vertellen wat het grote probleem wordt voor het nieuwe jaar? En dat zult u misschien vreemd vinden, het grote probleem voor het nieuwe jaar. Dat gaat worden met wie wij goed zijn en met wie wij eigenlijk slecht zijn. Want het verandert met de dag, dat zie je nou weer. Hè? Vandaag zijn we goed met deze en morgen zijn we goed met die. Hè? En je weet niet meer wie je groeten mag. Morgen weet ik niet meer wie ik groeten mag, hoor. Dat is moeilijk, hoor. Ik weet vandaag niet wie ik morgen nog mag groeten. Tot wie ik zeggen mag, ik wens je een goed nieuwjaar. Als ik de fouten groet, gooit u mij voor mijn voeten. Jij hebt geen ruggengraat, jij groet ook alles maar. Ik negeer natuurlijk vierkant de rode boelgen in. Maar Eisenhower groet ik wel, daar zit het hem niet in. Maar in het grote niemandsland, dat ligt tussen die twee. Daar zwerven ze nog rond bij honderdtallen. De Tito's en de Franco's, groet ik ze ja of groet ik ze nee? En dat zijn wat je noemt de grensgevallen. Dan zal ik u eens een paar eenvoudige voorbeelden geven. En dan moet u zeggen als u die morgen op Nieuwjaarsdag tegenkomt, of u die dan zo groet, ja of nee. Moet u eerlijk zeggen. Moet u direct gewoon alleen maar zeggen ja of nee. Eerlijk zeggen, uit de grond van uw hart. Niet bij uzelf denken, maar mijn buurman zegt ja, dan zeg ik ook maar ja, dat is niks. Eerlijk zeggen, gewoon ook allemaal in de huiskamers en zo, al komt er ruzie van, dan ga je smijten met de oliebollen, dat geeft niks hoor. Gewoon, we nemen een eenvoudig voorbeeld, jongens, we beginnen. Zullen we Nasser morgen groeten, als we hem bij het kanaal ontmoeten? Ja of nee? Jongens, Nasser, groeten we die ja of nee? Nee, ik zou ook zeggen nee. Erg aardig hoor. Ik zal nog morgen wel niet bij het kanaal zijn, maar ik bedoel, ik zou niet goed hoor. Nou, maken we het moeilijker hoor. Jongens, gaan we het moeilijker maken hoor. Komt in de verte Farouk aan, groeten we die, die heeft nooit iets gedaan. Ja of nee, Farouk? Nee. Ja, nee. Hoort ze gedeelte zegt nee. Ik zou ook zeggen nee hoor, ik ben geen Farouk man. Erg aardig hoor. Nee, ik, nee. Farouk, ik weet niet, ik vind hem een ontevreden man. Zo ontevreden, dan zit hij op dat Capri en dan vindt hij dat weer niks. Hè? Dat eiland, dat is niks. Zo pompen is niks voor hem zijn. Nou, dat weet je niet, hij ligt er al zo lang voor.
Joost, we maken het moeilijker. Joost, blijf er even bij. We maken het moeilijker, hoor. Staat hij toevallig op zijn balkon, groeten we dan Ben Gurion. Ja of nee, Ben Gurion? Ja. Ja, vind ik ook. Ja, hoor, vind ik ook, hoor. Ja, Ben wel. Ja. Goed. Moeilijker nog, jongens. Moeilijker nog. Zullen we ieder morgen even met nieuwjaar een handje geven? Ja of nee, ieder na de actie, jongens. Ja, zie je, daar heen het al, voor de wel. Na de actie. Gedeelte zegt nee, gedeelte zegt ja. Ik zou zeggen ja, want het is mislukt, kan die man niet helpen. Nee, als het gelukt was, dan was hij nou de man, wees nou eerlijk. Dan noemden we Engeland nou de Hof van Eden. Ja, wees nou eerlijk. Jongens, nog moeilijker, hoor. Ontmoeten we Nero op zijn olifant, drukken we die de bemiddelende hand. Is hij nou goed of is hij nou slecht, wordt hij door ons gedag gezegd. Ja of nee, Nero, jongens, Nero. Daar heen het nou, voel je wel. Daar heen nou de verdeeldheid waar ik bang voor was, voel je wel. Ja, je weet het niet. En als we dan dus geen hand gaven, maar een beetje neutraal naar alle kanten zouden wuiven of zo. Hè? Kunnen we dat doen? Dat doet hij ook. Dat geeft dan niet. Het wordt nog moeilijker, het wordt nog moeilijker. Staan we met Tito op de tram? Hoe is uw houding? Groeten we hem? Ja of nee, Tito? Nee, morgen heb je misschien nodig. Nee, maar niet kwalijk, zo dik zitten we niet in de bondgenoten, hoor. Ja, de allermoeilijkste is deze, zeg. Wat zullen we strakjes met Franco doen? Geven we die een nieuw jasoen? Ja of nee, Franco? Nee. En we gaan tegen hem voetballen. Ik weet het niet meer, hoor. Ik weet vandaag niet wie ik morgen nog moet groeten. Tot wie ik strakjes in het nieuwe jaar mag gaan. En onze overheid, die maakt zich uit de voeten. Die geeft ook nu alweer geen enkele richtlijn aan. Ik negeer natuurlijk vierkant de rode bulgen in. Maar Eisenhower groet ik wel, daar zit het hem niet in. Maar in het grote niemandsland, daar kan je lelijk vallen. En daarom heb ik een schitterend idee. Ik neem geen enkel risico, ik groet ze geen van allen. En morgen groet ik alleen juffrouw Klompé. Jongens, 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 in het begin van de avond denk je, de avond gaat niet voorbij. Nou denk ik bij mezelf, hoe komen we eruit? Dat is ook wel, het is al bij 11, weet u dat? Nog maar een goed uurtje en dan hebben we weer de gewone vraag. Waar gaan we? In het nieuwe jaar naartoe. Naar Arosa, naar Formosa, of naar de Filipijnen. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Wat zijn uw plannen? Wilt u blijven of verdwijnen? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Gaan we links, gaan we rechts, zijn we tegen of voor? Witte huis, rode plein, of dan net tussendoor? Weet u al een beetje wat of hoe? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Nieuwjaarsdag, de klokken luiden en er spelen overal kinderen in de straat. In Peking en in Kaapstad, in Boekarest en in IJmuiden. En niemand weet hoe het strakjes met die kinderen wel gaat. Ze slaan elkaar al op het gezicht, voorlopig nog maar even met de handjes. Dat andere komt later pas, met het is plicht dat iedere jongen en de liedjes van Hoezee, Hoezee, voor 's werelds 700 vaderlandjes. Dat kereltje met dat papieren steekje op mag morgen met zijn vader mee om het oorlogsschip van Statel te zien lopen. Als hij te klein nog is, dan tilt zijn vader hem wel op en blijft daar op de kade inmiddels op de wereldvrede hopen.
Die wordt dan zeker uit de mond van scheepsgeschut geboren. Want van die man zou ik morgen wel eens willen horen. Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar de Artis met de aapjes of de tap toe met soldaatjes? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Wordt het de vlootshow of de show van bloemen en blaadjes? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar de hei waar de herder zijn schaapjes laat gaan, of het plein waar die jongens in battledress staan? Weet u al een beetje wat tot hoe? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Dit was het jaar waarin we langs de afgrond reden. En wie niet duizelig werd, zag diep beneden zich de duivel staan. Die riep, ja, daar rijden ze. Ze donderen naar beneden met al de hamsterblikjes en de nieuwe kleren aan. Maar door een wonder zijn we net nog blijven hangen. En zo is nu de situatie van de wereldtouringcar. Beneden is men gereed om het zaakje op te vangen. En boven leunt de bus tegen een mijlpaal van het oude jaar. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Naar de afgrond in het donker, of naar het lichtje van de reden? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Blijven we hangen op het randje van de vrede? Gelooft u in Hammerschild of meer toch in Kaasvaak? Denkt u aan vergeving of peinst u over wraak? Durft u in dit jaar nog over een vredesduifje stromen? Of dacht u dat geluk alleen van straaljagers kan komen? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Gaan we toch weer op zoek naar de tovervee, of gewoon met de blatende kudde mee? Weet u al een beetje wat of hoe? Het nieuwe jaar naartoe. En lieve dames en beste heren, als het dan over een goed uur werkelijk nieuwjaar zal zijn en we geven elkaar de hand, vergezeld van onze beste wensen, dan moet u maar denken dat mijn wensen er ook bij zijn en dat ik als van ouds, u weet wat ik zeggen wil, op zo'n moment altijd zeg: Hey, are you the high?